zitten weer in de auto, hè? Ja, heerlijk. Ja. Mijn zonnescherm. Heb jij nog gekeken naar dingen laatst? Ja, ik kijk nergens naar. Nee. Ik kijk ook nergens naar. Ik kijk eigenlijk alleen onze eigen video's. Ja. Ja, nee, maar ik kijk echt alleen naar onze eigen video's de hele dag op repeat. Dat is wel leuk. Ben je al geabonneerd? Ik ben al geabonneerd. Ik heb een belletje aanstaan. Ik heb een like gegeven. En heb je ook een review achtergelaten op je leukste podcast dinges? Nee, dat ga ik nu gelijk even doen. Ja, doe jij dat ook? Ja, leuk dat je weer luistert en leuk dat je weer kijkt. Dit is Ga Maar Kijken. Dat is Joy en ik in een auto. Die gaan bespreken naar de dingen waar we naar hebben gekeken de afgelopen tijd. Of dingen waar we jaren geleden naar hebben gekeken. En ondertussen zijn we in de auto en hoor je me af en toe schelden op verkeer. Ja, dat is eigenlijk het concept. Mensen met een lessenauto bijvoorbeeld. Ja, we hebben onlangs geen nieuwe dingen gekeken. Dus we gaan het over oude dingen hebben. Ja, omdat we daar wel verstand van hebben. Ook. Okay. Vinden we. Nou, dat laten we niet de lat te hoog leggen. Nee. Voor jou... Ach, houd toch je bek. We draaien allebei al best wel wat jaartjes mee op YouTube. Dit kanaal bestaat ook al sinds 2011. Je zou het niet zeggen. Je zou het niet zeggen, inderdaad. Mm. Maar we hebben dus ook al heel veel voorbeelden gezien waar we van hadden kunnen leren. Ja, hebben we niet gedaan. Nee. Maar laten we het daar maar over gaan hebben, Joy. Over YouTube-kanalen die of nog steeds heel populair zijn. Want sommige van de pioniers, de eerste hebben we het zelfs al over gehad. Dat was StukTV. Die hoorde ook wel in die pioniersgroep. Zeker. Maar nu gaan we het voornamelijk hebben over de andere pioniers. Dus wil je wat meer weten over StukTV? Ga dan vooral even luisteren naar onze allereerste aflevering. Wil je het over de beginperiode van YouTube hebben? En dan praat ik toch echt wel over de periode 2008 tot 2011 ongeveer. Blijf dan vooral kijken en luisteren. Zeker. Sowieso moet je blijven kijken en luisteren. Mocht je hier per ongeluk zijn en op zoek zijn naar een podcast over Gordon of over RTL Boulevard. Kijk dan die hebben we ook. Luister dan naar de vorige afleveringen. Zo leuk is dat toch, hè? Ja, dat is fantastisch. Superleuk. Maar goed, Joy, wat deed jij 10 jaar geleden? Helemaal niks. Wel op YouTube kijken, hè? Ja, wel op YouTube kijken, een beetje videootjes maken. Ja, vaak als ik aan het schijten was, zat ik op mijn tablet, zat ik gewoon lekker... Gadverdamme. Milkshake ben jij zo iemand? Ben jij zo iemand die naar de wc gaat met zijn telefoon? Ja, jij niet dan? Nee. Of ga jij gewoon casual een fles shampoo lezen of zo? Ik ga niks doen. Dat, kan dat niet meer? Kun je niet gewoon een momentje niks doen? Nee, ik ga gewoon lekker Dylan Hagens kijken ofzo. Dylan Hagens, dat is ook echt. Nou, Dylan Hagens, als je dit hoort, is het heel goed voor je stoel gaan. Ja. Oeh. Nee, moet even schijten, even Dylan Hagens op. Kan toch niet. Lekker man, ja, dat stroomt het zo. Ja, misschien moet je je We Love You ding hier ook even doen. Love You Dylan Hagens. Kan niet, namelijk. Ja, hij mag wel in onze video's. Dat mag zeker. Je mag ook een keer te gast zijn in de podcast. Of in Ga Maar Rijden. Dat is vooral voor ons een voordeel. Zeker. Nee, maar Dylan Hagens is ook een keer ergens begonnen. En wat een begin heeft hij gehad. Hij had een YouTube-kanaal met Abi, heet hij toch? Ja, met Abi. Ja, dat zo was het kanaal van gewoon Mert. Mert. Ja, hij was bekend als Mert. En dan had hij een YouTube-kanaal dat heette Fun. Ja. En daarop deden ze de milkshake vlog. Althans, dat is waar ik ze van ken. Ik kan wel eens even voor de gein kijken op dat kanaal waar ze echt mee begonnen zijn. Dan ga dat eens doen, ja. Ja, dat lijkt me wel een hele goeie. Dus ik pak nu dat YouTube-kanaal erbij. Die heeft 282.000 abonnees en 338 video's. Het kanaal is inmiddels natuurlijk doodgebloed. Is dat natuurlijk? Natuurlijk. En hun eerste video was met Teumes. En dat heet Naar Utrecht, #1vlog. Ja, Thomas Thomas Smaggen. Ja, daar gaan we het ook in deze aflevering over hebben. Thomas Smaggen. En ze begonnen eigenlijk met een programma dat noemden zij de autovlog. En het concept is eigenlijk heel simpel. Het is hun in een auto die naar de milkshake dinges toe rijden. En af en toe rijdt er een gast mee. Maar dat heette toch de milkshake vlog? En dat heette de milkshake vlog, inderdaad. Het de eerst heette het de autovlog. Is het zo begonnen? Ja, zo is het begonnen. Wat lang geleden. En toen gingen ze gewoon steeds milkshakes halen. En het is wel geinig, want we hebben net even een aflevering hebben we teruggekeken. En het is nog precies zoals ik het me herinner. Het is hun in een auto die een kokosmilkshake gaan halen die ze niet meer verkopen bij de Mac. Ja. En dan ondertussen gewoon gillen. Vooral maar gewoon letterlijk gillen. Gillen, schreeuwen en kijken naar alles. En het is ook wel geinig, want zij waren toen natuurlijk ook nog lekker vettig.
vettig. Ja, dat ben je toch als je jong bent, vettig. Ben je vettig als je jong bent? Wij zijn nu opgedroogd. Wat een gezeik. Vettig, dat vind ik een heel rare term. Vettig. Nou ja, ze waren jong. Nou ja, dat, dan is dat lachen. Kijk, maar nog steeds... Zij zijn zo begonnen. En wat ik ook wel geinig vind, wat je ook ziet... Zij hebben eigenlijk een beetje dat concept clickbait hebben zij uitgevonden. Ja, is dat zo? Ja, want ze hadden bijvoorbeeld een van hun meest bekeken video's... is een video die heet Naakte Vrouwen. Ja. Ja, dat is dan ook wel een slimme keuze. Ja, en daar heb je dan een plaatje van Dylan Hagens... die dan een beetje grappig kijkt, zeg maar. En er zijn natuurlijk helemaal geen naakte vrouwen in de video... maar hij noemt één keer het woord... oh, misschien zijn er wel naakte vrouwen, weet je wel. Ja. En nou ja, dan klikken mensen daar natuurlijk op. Ja, dat mensen dat willen naakte vrouwen zien. Ja. Ja. Wat nu heel normaal is om het op die manier te doen... dat was toen nog helemaal niet zo. Mensen waren toen veel eerlijker op YouTube destijds. Nee, klopt inderdaad. En als ik ook kijk naar de populairste video's... dan is eentje de allerpopulairste op dit kanaal... is Helium in de McDrive. Helium in onbekende de McDrive. Mensen bellen. McDonald's schakelt de beveiliging in. En agressief McDonald's personeel. Nou, dat zijn natuurlijk dingen waar mensen op klikken. En ik denk dat zij op die manier het YouTube-spelletje wel een beetje gewonnen hebben. Ja. Want zij waren volgens mij wel een van de eerste die op 100.000 abonnees zaten met Nederlandse content. Ja, wel een beetje. Ze waren inderdaad wel degene die voor het eerst zijn. Maar dat het leuke is, dat helemaal niet kwam vanuit een commercieel oogpunt. Nee. Omdat in de tijd dat ze begonnen, er nog geen geld te verdienen viel op YouTube. Nee, op dus... een gegeven moment natuurlijk wel. En ik kan me herinneren dat ik Mert toen op een gegeven moment een keer op tv zag. En die zei, ja, we kunnen een goede computer elke maand kopen van het geld wat we mee verdienen. Ja, ja. Maar ja, ik denk dat ze er nu al veel meer aan kunnen verdienen. Dat ze er nu veel meer aan verdienen. Maar dat is wel geinig. Ik denk ook als je kijkt naar de ontwikkeling die Dylan Hagens heeft gemaakt. Vanaf de milkshake vlog tot nu. Dat is ook een beetje de ontwikkeling die YouTube naar mijn mening heeft doorstaan. Weet je wel, want in het begin waren het vooral jonge mensen die gewoon een beetje wat uit zaten te proberen. En een beetje zaten te pionieren. Zeker, ja. Terwijl je nu wel echt gewoon... grappige video's maken, moet lachen zijn. Ja, grappige video's inderdaad. Zit geen druk op verder. Nee, precies. En nu zie je dat er wel vaak vanuit een commercieel oogpunt dingen worden gemaakt. Maar ook dat, weet je wel, gewoon wat meer. Het zit allemaal wat gelikter in elkaar, weet je wel, met een team erachter. Wat we kort noemden natuurlijk in de podcast waar we het over Stuk TV hadden. Ja. Dat wat heel veel, nog steeds heel veel mensen denken, dat heel veel YouTube-formats maar gewoon gemaakt worden door iemand die dan op zijn zolder zit te knutselen. Ja. En het is vervolgens klaar. En dan wordt het maar een miljoen keer bekeken. Nee, dat was ooit. Ja, maar dat is nu niet meer zo. Nee, maar ook als je bijvoorbeeld kijkt naar die oude milkshake vlogs. Weet je wel, simpeler kan het niet. Het is gewoon hun in een auto, camera in het midden met een groothoeklens. En ze gaan gewoon rijden naar de Mac en geschreeuw onderweg. Ja. Maar nu, als je bijvoorbeeld nu naar het kanaal van Dylan Hagens kijkt. Want hij werkt volgens mij helemaal nooit meer met Mert, met Abi samen. Voor mij niet, nee. Ik heb hem al heel lang niet meer in de video's gezien. Ik kijk eerlijk gezegd zelf al een tijdje niet meer actief naar Dylan Hagens eigenlijk. Nee, ik ook niet. En dat komt omdat het... Weet je, eerst was het nog best wel echt. En was het ook best wel alsof je echt mee werd getrokken daarin. En nu vind ik dat er wel een soort afstand is gecreëerd in wat hij nu maakt. Maar hij heeft ook echt zijn eigen team heeft hij er nu ook helemaal omheen. En het zit allemaal best wel gelikt in elkaar. Zeker, ja. En ook als je nu kijkt naar de content die hij maakt, zijn het vooral top 10's en van die gewoon van die parodieseries en dat soort dingetjes. Maar het is allemaal heel, het is gewoon heel professioneel geworden. Zeker, zeker. Maar ik denk, dat is natuurlijk het is soms wel een beetje alsof je naar, Kindernet zit te kijken. Ja, maar dat is het ook, zeg maar. En dat is waarom beide nu niet naar kunnen kijken. Het is zeg maar, ze hebben zich wel gebaseerd op de relatief jonge doelgroep. Ja, eigenlijk wat meer op kinderen. Ja, meer op kinderen en ook van niet mensen van onze leeftijd.
Nee. En sommige kanalen die gaan bewegen heel erg mee met de doelgroep. Of is met de kijkers die ze hebben in het begin. Ja. Dat ze daarmee meeschuiven. En andere kanalen die gaan juist veel meer... die blijven gewoon dat concept vasthouden en hebben dat versterkt. En zich daar meer op gaan focussen. Ja. Dat is een keuze, weet je. Ik vind het wel leuk, want je hebt echt die groei van hem natuurlijk gezien. Want ik volg hem al sinds die milkshake vlog. Daarna weet ik nog wel dat hij op een gegeven moment toen op zijn zolder had hij op een gegeven moment een kantoor met een stagiair. En toen had hij dat kleine kantoortje in zo'n winkel. En nu hebben ze een hele grote studio met weet ik het al. Ja, alles erop en eraan. Ja, en daarmee zie je wel dat het concept Din Den Haag is gewoon echt heel erg veranderd sinds die pionier. Eigenlijk was hij, weet je, het was toen pionieren, 10, 12 jaar geleden. Ja. Weet je wel, en hij had gewoon, hij snapte dat algoritme snapte hij gewoon heel goed. En daar heeft hij goed op ingespeeld en op een gegeven moment krijg je natuurlijk je naam. Maar wat ik dan wel weer bijvoorbeeld bij Dylan Hagens heel goed vind in vergelijking met bijvoorbeeld Stuk TV, is dat hij niet zich heel erg met televisie... Hij houdt nog wel een beetje vast aan wat hij toen heeft gezegd van nee, bij televisie is het niet meer, zeg maar. Hij doet niet heel veel televisie. Nee, hij is daar niet aan voorbij gegaan inderdaad. Hij is natuurlijk genoeg op tv te zien geweest, maar ook niet vaak, zeg maar, omdat het niet om zijn persoontje draait. Nee. Dus dat scheelt, maar hij heeft bijvoorbeeld wel weer een bioscoopfilm gedaan. Twee zelfs. Er zal volgens mij ook wel een derde komen in de toekomst. Ja, klopt. Maar goed, op zich een bioscoopfilm is natuurlijk wel wat anders dan een televisieprogramma. Dat is het zeker, ja. Weet je wel, en ik zie hem wel eens met het zappen wel eens voorbij komen op Zep. Jij kijkt naar Zep. Nee, tijdens het zappen zeg ik. Dan heb ik hem wel eens voorbij zien komen, maar dan meer als gast. Kijk je er wel eens naar? Nee, ik kijk er nooit naar. Naar wat hij op tv doet? Nee, eigenlijk niet. Maar daarin zie je wel dat hij voornamelijk op kinderen gericht is. Maar van Mert, met wie die... Want hij is natuurlijk groot geworden met Mert. Ze deden het met z'n tweeën. Ja. Maar Mert zie ik niet meer. Nee, dat was op een gegeven moment een tijd. Toen ze nog samenwerkten van... Dylan Hagens die bleef in Venray wonen in Limburg. Ja. En Mert die ging naar Amsterdam verhuizen. Ja, klopt. Nee, het zijn toenmalige vriendin. Ik weet niet of hij daar nog steeds mee is. Nee, precies. Maar ja, dat is ook een YouTuber trouwens, die vriendin. Ja. Maar, is die er nog steeds? Dat weet ik niet. Ik weet niet eens wie het is. Daar kijk ik niet naar. Nee. Voor mij Tess of zo. Maar het is opzoeken. Moet jij eens opzoeken. Maar... Nee, maar dan wordt het wel lastiger om natuurlijk regelmatig met elkaar video's te gaan maken en in elkaars team te blijken. Ook al woon je wel allebei in Nederland. Ja. Misschien hadden ze ook behoefte om meer op hunzelf te gaan staan. Ja, dat kan. Nou, Testie is nog steeds actief. Kijken ook nog wel redelijk wat mensen naar. De laatste video was 2 weken geleden en die is 66.000 keer bekeken. Dus het is niet weinig, maar het is ook niet superveel. Nee. 325.000 abonnees. Mert die komt nog steeds in haar video's voor. Mm. Maar ja, weet je, ook zij zijn natuurlijk ook ouder geworden en dan verandert van alles natuurlijk. Ja, zeker. Weet je wel, ik denk wel dat ik vraag me wel eens af of Mert het niet jammer vindt dat hij nu dat grote succes eigenlijk heeft misgelopen. Want kijk. Die 66.000 weergaven die hij nu heeft met zijn vriendin, dat is ook leuk. En wij willen dat ook. Dus wij mogen op onze knieën voor het succes. Ja, precies. Maar en Dylan Hagens. Populaire flitslocatie. Ja, dat is het nadeel van onderweg zijn. Kijk, als ik dan bijvoorbeeld kijk naar het kanaal wat Dylan Hagens tegenwoordig heeft. Naar de laatste video die hij heeft geüpload. En hij uploadt van mij best wel veel. Hier 5 dagen geleden, dat is 54.000 weergaven. Ja, alleen die moet je ook afvragen, moet je het willen? Kijk, Mert had prima in die video's kunnen blijven komen. Ja. En heel vaak, en hij heeft mij nog af en toe in die tijd daarna gewoon wel eens een gastrolletje gepakt voor dingen. Ja. Alleen,
het moet wel bij je passen. Je moet het wel net zo leuk vinden om diezelfde soort dingen te maken. Ja, maar ik heb wel het idee dat hij dat ergens heeft. Alleen ja. Op een gegeven moment deed hij natuurlijk dat Marokkaan geverijles. Ja. Dat liep toen ook best wel goed, maar dat deed hij elke keer maar een paar afleveringen en dan stopte het. Klopt, klopt. Terwijl dat was wel echt ijzersterk. Ja, het was, ja, klopt, maar het was niet meer concreet genoeg. Wat komt er nou? Waar kan ik op rekenen? Je kon er niet meer op rekenen. Er kwam af en toe ineens wat. Ja. En ik vind dat zoiets weer niet past bij de dingen die Dylan Hagens maakt. Nee, dat is wel vrij consistent, ja. Ja, hij heeft dus ook echt 4 YouTube-kanalen of zo, geloof ik. Ja. Dylan Hagens. Ja, alle kanalen die zijn vrienden hebben, die vallen ook onder hem. Dus, ja, ik zit eens even te kijken op het YouTube-kanaal wat Mert Abi zelf heeft. En de laatste keer dat hij wat geüpload heeft is 8 maanden geleden. En dat was wel een video met Dylan Hagens. Mm-hmm. En die was 331.000 keer bekeken. Ja, op zijn kanaal, daar deed hij voornamelijk sketches, weet je wel. Marokkaan geeft rijles, neef in Turkije bellen, dat soort maffe dingen. Mm. En die worden dan nog wel best wel veel bekeken. Maar dat is niet heel consistent. Ik denk als hij elke week daar wat op zou uploaden, dat hij... Ja. Veel meer. Met jouw YouTube-expertise, denk je? Met mijn YouTube-expertise, denk ik dat. Ja. Maar goed, genoeg over Dylan Hagens. Genoeg ik over denk, Dylan Hagens. Want we zitten alweer een kwartier in deze aflevering. En we hebben nog een aantal andere mensen over wie we het gaan hebben. Nou, is eigenlijk van die pioniertijd Dylan Hagens is eigenlijk het succesvolst. Uit die pioniertijd, als je Stuk TV. Ja, die vallen. Ik vind het moeilijk om hun daar ook in te schuiven, want ze kwamen uit 2012. Ja, Stuk TV is zeg maar de tweede generatie. Eigenlijk laat ik het zo wel zeggen. Al een beetje, hè? Ja, die echte eerste generatie was ook naar mijn mening een soort harde kern, volgens mij. Ja, maar die ging. Wat ding ook was, dat men ook bij elkaar in video's kwam en dat het heel normaal was, dat het een clubje was. Ja. En doordat dat nu zo groot is geworden, dat er zoveel kanalen ook zijn in Nederland. Ja, er zijn heel veel grote kanalen waarvan ik soms ook nog nooit heb gehoord. Nee, maar die werken niet allemaal samen. Maar die wel gewoon 500.000 abonnees hebben, weet je wel. Ja, ja, en het is dus daarom dus, ja, die tijd van dat allemaal dat samenwerken, dat is er ook wel een beetje uit. Ja. Iedereen komt in ieders video. En, nou ja, je hebt wel natuurlijk nog steeds. Kijk, Enzo Knol. Ik weet niet wanneer Enzo Knol is begonnen. Is hij ook nog in die pioniertijd? Nee. Hij is veel later. Nee. Maar zijn broer. Zijn broer, ja. Die was zat. Milan, die was wel clubje. Al heel veel. Die hoorde ook in dat clubje, ja. Zeker. Ja, maar daar heb ik nooit echt naar gekeken. Nee. In die tijd. Nee. Dus daar kan ik eigenlijk ook niet te veel over. Maar die zit ook in de gamehoek, hè? Ja, klopt. Dat moet je ook maar deed hij dat toen ook al? Daar ben ik dan nieuwsgierig naar. Was Milan Knol in die tijd. We zijn ook zo lekker voorbereid altijd. Ja, waarom hebben we het dan weer over Milan Knol? Nou, omdat hij ook in die tijd er al was. Ja, maar, zijn allereerste video was 8 jaar geleden. Dus hij valt er eigenlijk ook net buiten. En dat waren game video's. Ja, dus daar kunnen we het niet echt over hebben. Nee, precies. Maar als je dan naar zijn populairste video kijkt, dan is dat een video met Dylan Hagens. Met Dylan Hagens. Ja. Ja, maar dat is al, dat is dus wel een naam waarop gescoord wordt. Ja, precies. Dus op zich werkt dat nog steeds. Maar waar ik het eigenlijk over wilde hebben is Bardo. Bardo, ja, die zat ook in het clubje. Bardo zat ook in het clubje. Bardo en er is ook wel Banjo een periode. Movies. Ja, de Banjo Movies inderdaad. Er is wel een periode ook geweest dat als mensen het over YouTubers hadden, hadden ze het over hem. Weet je, hij was wel een beetje het YouTube van toen. Klopt. Nou ja, wij hebben dit, wat video's ook daarvan teruggekeken. Het is wel echt niet heel mooi oud geworden, de video's. Ze zijn niet mooi... Het is, je ziet heel erg dat het gedateerd is geraakt nu, zeg maar. Ja, ze zijn heel gedateerd geworden, de video's. Je kunt er nu niet meer heel lekker naar kijken, omdat het... Ja. Ja, dat had ik wel wat meer met de milkshake vlog. Ook al had ik dat ook wel al een beetje, hoor. Dat ik dacht van, ja, dit is... niet meer, daar zou je nu niet meer mee aan kunnen komen. Nee, maar dat hebben wij ook met bepaalde oude video's. Ja. Waar je denkt van ja, vooral van alles van voor 2015, 2016. Ja, daar kan je is niet gewoon meer redelijk, aankomen. Nee. Dat past in het patroon van YouTube, want we zijn nu natuurlijk veel beter geworden. We zijn nu fantastisch. Grandioos succes. Ja, joh. Nee, maar weet je, kijk.
als je de, bijvoorbeeld de Banjo Moves kijkt, het is gewoon niet mooi oud geworden. Maar weet je, maar hij was wel echt een tijdje best wel groot. Hij had op een gegeven moment toen ook in Amsterdam had hij toen een kantoor. Had zeker, hij toen met een echt vet groot zijn foto erop. En hij had best wel een veelbelovende toekomst. Maar ergens is toen een soort kantelpunt geweest waardoor hij, waardoor dat niet meer... Ja, ik denk ook wel dat dat te maken heeft met het succes van opkomende mensen. Ja. En dat je zelf, op een gegeven moment moet je jezelf of opnieuw uitvinden of stoppen. Of je moet dus, of het de ding ja, maar niet bestaan, is hij een tijdje gestopt of zo? Want dat kan ik me dus niet echt herinneren. Volgens mij nee, niet. Volgens mij niet hoor. Maar het is niet, maar het is ook niet vernieuwd. Het is ook niet iets, het is niet geüpdate. Dus ik had al het idee dat de manier van video's maken een beetje hetzelfde bleef. Met dezelfde soort van camera's en dat het allemaal in je achtertuin video's zeg maar was. Terwijl ik dacht van ja, terwijl die wel meer mogelijkheden had binnen zijn bereik, dacht ik altijd. Ja, dat klopt. Dat en als je dan ook kijkt naar de video's die je nu ziet, die zijn dan ook wel nog steeds een beetje hetzelfde als wat hij toen maakte. Ja. Ergens vind ik dat dan ook wel weer goed, want daardoor blijf je wel natuurlijk consistent en bij wie je bent. Ja, dat moet je sowieso al. Je moet altijd jezelf blijven en dat soort dingen, dat vind ik wel. Ja. Maar je, je hoeft niet per se altijd precies hetzelfde te doen. En je hoeft ook niet. Het is wel leuk als je een ontwikkeling ziet die meegaat met de huidige tijd, met het huidige publiek, enigszins. Ja, nee, dat is ook wel zo. En als je bijvoorbeeld kijkt op zijn kanaal, de populairste video was Sinterklaas vs. de Kerstman. Ja. En wie speelt daarin? Dylan Hagens. Ja, maar ja, die samenwerkingen, dat is ook wel een beetje waar dat op stuk loopt. Is dat vroeger kwamen mensen inderdaad heel vaak bij elkaar in video's langs. En dat is nu ook niet meer zo. En dan moet je het op jezelf redden, want iedereen wordt zo'n eilandje. Ja, er is gewoon heel veel concurrentie. Is er dan nog, ja, maar hij is je dan nog relevant? Hij had natuurlijk ook een paar hele goede concepten in het echte leven. Ja. Bijvoorbeeld een van de populairste video's is Hives in het echte leven. 50 smoesjes, ja, maar... 10 don'ts, weet je wel. Dat soort dingen deed hij vaak. En tegenwoordig doet hij meer sketches. Ja, maar dat is ook wel... Dat was leuk. Maar dat heeft Dylan Hagens best wel gekaapt, zeg maar. Niet als in gestolen, want ze deden het rond dezelfde tijd. Ja. Maar hij heeft dat succesvoller doorgepakt. Ja, en dan, dan kun je op een gegeven moment niet meer tegenop concurreren met dat soort concepten. Want die deed al dat soort dingetjes en 10 redenen om niet op school te komen en weet ik het allemaal. Ja, je ziet het nu, het is natuurlijk wel een beetje hetzelfde. Maar toch als ik kijk naar wat hij aan weergave pakt, is het niet zo slecht als dat wij het nu doen voorkomen. Nee. Nou, weet je, het zit wel allemaal wel tegen tussen de 25.000 weergaven ongeveer. Wat voor een kanaal met 300 nog wat duizend abonnees. Niet veel is. Niet hoor. Veel is natuurlijk, maar het is niet alsof er niemand kijkt. Nee. Alleen... En hij heeft ook 3 kanalen. Hè? Hij heeft ook zo'n vlogkanaal heeft hij nog. En, maar ik vind het ergens wel jammer dat hij niet die groei heeft gehad die bijvoorbeeld Dylan Hagens en zo heeft gehad. Ja, en ik denk wel dat hij had wel die potentie. Een paar jaar geleden zat hij ook al op de 300.000, weet je. Ja, dus hij heeft ook een tv-programma gehad, hè. Bardo Ellens met Henny Huisman. Oh ja, klopt. Ja, en Thomas Smagge. Zeker, ja, dat was inderdaad nog... Toen was het echt in die opbouwende tijd. Dat ja, en hij was de eerste YouTuber die een tv-programma kreeg. Dus hij had echt die groei die Dylan Hagens ook gehad heeft. Heeft hij ook een periode heeft hij dat gehad, maar dat is toen ergens afgesneden. Klopt, maar hij heeft ook nooit gezegd... Ik ga geen televisie doen of zo. Nee. Ik ben ook niet de televisie afgezeken als... dat is een oud medium, zeg maar. Nee, dat heeft hij ook nooit gedaan. Maar ik vind het ergens wel jammer dat hij dat niet heeft gehad. Want ergens gun je het hem wel of zo. Ja, en tegelijkertijd, ja. Het loopt wel zoals het loopt, weet je. Ja. Dus er is gewoon heel veel... Het zijn gewoon nu heel veel makers. Ja. En het is ook zo dat vroeger de abonnees die je had, je video's ook keken. Ja. En nu is YouTube nog veel meer gericht op aanbevelingen. Ja, en dus ja het de abonnees, algoritme is ook gewoon veranderd. Het algoritme is veranderd en je moet merken wij ook. Je moet goede titels hebben, je moet goede teksten daaronder weer hebben.
Dat hangt van heel veel dingen af. Ja. En buiten dat je abonnees hebt, dus die 300.000 abonnees, die zijn niet zoveel waard. Net als dat geldt bij ons ook zo. Ja. En ik denk dat hij daar best wel last van heeft gehad. Dat is nu niet meer. Hij zou nu 800.000 abonnees moeten hebben om gewoon 200.000 views op een video te krijgen. Ja, ja, dat klopt. Omdat, voor mij was het eerst ook zo dat iedereen voornamelijk de dingen zag waar die op geabonneerd was. Ja, ja. Maar tegenwoordig, als je bijvoorbeeld in die YouTube-app op je telefoon kijkt, want laten we eerlijk wezen, iedereen kijkt YouTube gewoon tegenwoordig ook op zijn telefoon. Dat is ook wat veranderd is. Dat is ook veranderd. Dat was in die tijd natuurlijk nog voornamelijk op op de computer. Iedereen kijkt gewoon op die home-versie van YouTube natuurlijk. Ja. Niemand klikt op shorts of abonnementen of bibliotheken. Ja, shorts is natuurlijk opbouwend, maar abonnementen, dat nemen we dat. Dat is dus een beetje het probleem. Mensen kijken vooral terug wat wordt je aanbevolen. Ja, doe ik ook hoor. Doe ik ook. Maar wat je aanbevolen wordt, ja, dat is niet hetgene waar je altijd. Maar dan moet je er wel veel op klikken. Op, en als je dat één keer niet doet. Ja, als dan je één keer denkt, aanbevolen. Ja, als je één keer denkt, nou, ik heb nu geen zin in die video. Ja, krijg je dan nog wel een volgende keer aanbevolen. Ja, weer precies. Niet. Oh nee, en steeds minder. En uiteindelijk kijk je helemaal nooit meer naar je abonnementen. Eigenlijk alleen wanneer je op het belletje klikt, dat zien wij ook in onze video's. Hè, laten we even ook een spiegeltje voorhouden. Als ik kijk naar het aantal weergaves dat wij hebben, dan is dat voornamelijk gebaseerd op de mensen die op het belletje hebben geklikt. Zeker, ja. Als ik dan kijk naar de eerste week of zo dan, hè. Kijk, op de lange termijn word je natuurlijk aanbevolen en dan gaat je video groeien. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar je eerste week, dan zie je dat het voornamelijk mensen zijn die op het belletje hebben gedrukt. Ja. Weet je wel, dus dat eigenlijk de mensen, de abonnees zegt tegenwoordig helemaal niet meer zoveel. Het is je vindbaarheid en hoe je in het algoritme ligt. Het beste wat je eigenlijk kan doen is gewoon kijken van wat is op dit moment veel aanbevolen door YouTube en dan daarop inspelen. Maar dan nog is het heel lastig. Dat merken we alsnog, weet je. Dus ik begrijp dat niet meer, dat het niet meer werkt. En dat je, ja, misschien zou je dan misschien een heel groot team om je heen moeten hebben verzameld. Ja. Om dat soort dingen nu nog succesvol te houden. Maar ja, je bent afhankelijk van het algoritme. Ja, klopt. Maar je ziet natuurlijk de bijvoorbeeld Dylan Hagens, om weer op hem terug te komen. Want ik vind, weet je, dan zie je wel, hij heeft natuurlijk echt een heel team om zich heen. Die ook allemaal eigen dingetjes doen. Ja, en zelf tijdig bewuste keuzes gemaakt. Ja, dus ik denk dat hij het spelletje het beste heeft gewonnen. Maar genoeg over Barrio. We hebben natuurlijk ook Thomas. Ik denk dat we daar niet al te veel over kwijt kunnen. Ja, behalve dat hij op een gegeven moment, hij was hij is groot geworden met die parodieën. Parodieën gedaan. En op een gegeven moment ging hij wat anders doen met zijn leven qua werk. Hij maakte eerst parodieën en dat soort video's. Af en toe ook wel een soort vlog-achtige filmpjes, ook als ik nu kijk naar zijn kanaal. Ja, maar hij is gestopt. Maar op een gegeven moment toen, ik ga stoppen. Dat was die video die kwam. Ik ga stoppen na 7 jaar. Heel dramatisch. Oké, prima. Dat mag iedereen voor zichzelf weten. Maar hij stopte niet. Nee, hij kwam weer na een jaar of iets. Nou ja, wat hij ging doen, hij ging toen ineens hulptroepen ging hij maken. Oh ja, dat is dat kanaal, ja. Ja, maar dat heeft hij toen 2 afleveringen gedaan en toen stopte hij ermee. Ja, klopt. Kijk, we weten niet wat er in mensen hun privéleven allemaal gebeurt en wat er mis is. Dus er zijn altijd redenen voor waarom mensen stoppen niet natuurlijk zomaar. En mensen, het is ook niet zo van dat hij dan dus heeft opgegeven. Nee. Alleen, ja, het is dus natuurlijk wel, je moet er wel doordrukken, zeg maar. Ja, hij wilde een nieuw kanaal met nieuw format. Ja, ik denk dat hij of dat nieuwe ding op zijn oude kanaal had moeten proberen. Dat denk ik ook. Of door had moeten zetten met het nieuwe kanaal. Ja, want om nou een heel nieuw kanaal te openen voor nieuwe dingen. Ja. Dat vind ik dat nou niet handig. Kijk, wij, even weer om een spiegel voor te houden. Wij maakten eerst ook hele andere content dan wat we nu maken. Nou ja, niet heel. Het is, kijk, we zijn nog steeds aan het urbexen.
Het is alleen... niet meer op spoor. We hebben er heel veel nieuwe dingen... Nee, ja, niet nooit meer. Maar gewoon nu niet. Nee. Niet nu, letterlijk niet. Nee, maar kijk, eerst was het alleen spoor. Nu doen we hele brede dingen. We doen veel meer nu, inderdaad. Dat dan omdat we wat meer willen. Ja, en daar hadden we ook een nieuw kanaal voor kunnen maken. Overwogen we. Hebben we ook overwogen, maar wij vonden het een slimmer plan om het op dit kanaal te doen. Ja, omdat we ook vonden daarin dat JNM niet is niet een spookspoor of al die of een op het spoor, de treinspotters, al die oude content. Nee. Nee, JNM is dat zijn wij. Ja. En zo hebben we het ingestoken en zo zijn we nu weer aan het opbouwen. Ja. En ja, dat heeft tijd nodig en die tijd nemen we ook. Alleen, ja, maar daar moet je dan ook dat geduld voor opbrengen. Moet je ook weten. Ja. En kijk, en ik heb het idee met hem en dan verder niet wetende wat er buiten dat allemaal speelt. Heb ik het idee dat hij dat niet had. Nee. En dat is jammer, want op zich van hem had ik ook wel verwacht dat hij diezelfde groei als... dit en ergens had kunnen maken. Ja, maar ja, tegelijkertijd denk ik dat er altijd kanalen zullen zijn. Die komen en gaan. Ja, om ook... Eenhoorn Joost bijvoorbeeld. Ja, maar die hoort dan niet in die pioniertijd, maar die is ook gewoon gekomen en die is ook weer weg. Ja, maar ja, weg. Hij is andere dingen gaan doen. Nee, maar die Eenhoorn Joost is gewoon andere dingen gaan doen. Die is zich op muziek gaan focussen. Armo is right. Ja. Ja, dat... Ja, dat... Dat was ook, die was toen ook ineens. He was never right. Was hij er. Ineens was hij er. Iedereen had het over. Ja, en toen verdween hij. Maar dat, ja, daar gaan we het vast een andere keer over dat hebben. Gaan we het nu zeker. Die is ook geen pionier van YouTube. Nee, maar met die pioniertijd vind ik dat bijvoorbeeld de Cinemates, die horen daar ook echt wel bij. Want die, ja. Hun waren ook wel een van de eerste YouTubers die wel vaak in talkshows en zo kwamen. Hun kwamen bij Humberto. Ja, ze kwamen er altijd over vertellen en dan zat, ik kan me nog wel een uitzending herinneren, dan zat Paul de Leeuw erbij en we zaten te kijken. Ja. En toen was het van, oh, hebben jullie dat gemaakt, weet je wel? Want het was echt heel goed wat ze maakten en bij hun heb je ook die groei ook echt gezien, weet je wel. Ze gingen toen naar Amsterdam, kochten echt goede camera's, weet je wel. En, maar wat ik dan wel weer heel vreemd vind, ze begonnen echt als een soort kanaal wat echt over films maken ging. Ja, en over filmen, en dat was ook in het Engels. En toen in één keer is dat veranderd naar, wat is het nu eigenlijk, Calvijn? Ja, kijk, Calvijn, hij noemde dat kanaal destijds de Kelvlog. Ja, ja, was het, dat deed hij al heel lang. Ja. Hij deed al heel lang zijn eigen kanaal los van de Cinemates en dat was gewoon in het Nederlands. Ja. En op een gegeven moment heeft hij voor mij die keuze gemaakt van ik wil succes blijven maken, maar ik wil wel leuke dingen blijven doen, maar ik wil dat wel alle tijd gaan steken in het kanaal dat het best loopt. En ik denk dat ze op een gegeven moment zoiets hadden of wat best groeit of waar wil het nog het beste kunnen inspelen op wat populair was. Ja, ja. Dat was dan, die waren dan toch die Nederlandse meer standaard YouTube-achtige video's. Ja, maar kijk, als je bijvoorbeeld ook kijkt naar Calvijn, dat YouTube-kanaal is natuurlijk veel groter dan dat Cinemates ooit geweest is. Ja, maar ook als je nu kijkt met meer dan 1 miljoen abonnees. Ja, klopt. Ja. Dus hij heeft in dat opzicht wel een goede keuze gemaakt. Ja, maar ook hij heeft zijn sidekick eruit gegooid. Ja. Peter de Harde. Ja. Die zat niet in de Kelvlog. Nee, die klopt. Hij was echt een apart kanaal, Cinemates. Daar is nog wel veel mee geprobeerd, maar ik denk dat het gewoon niet meer qua tijd rondkwam om dat nog te blijven doen. Nee, dat denk ik ook niet. Maar toch is het ergens wel raar dat die Peter de Harde, die zie ik nooit meer bij hem. Ik zie hem überhaupt nergens meer. Nee. Nee, want hij had een paar kanalen overgenomen op een gegeven moment. Dus voor mij was de wil om YouTube te blijven doen er wel. Ja, dat klopt inderdaad. Ja, maar ze deden toen ook op een gegeven moment iets met de Challengers vlog deden ze toen. Ja. En of Challengers Cup of zo. Ja, klopt. Dat was heel commercieel. Want dat kwam wel echt. Dat was gevuld met YouTubers. Dus gebaseerd op het succes van andere YouTubers. Dat klopt. Maar hij doet nog steeds ook heel veel met Dylan Hagens, zie ik. Dus op zich, ze komen nog wel bij elkaar in de video's. Degene die nu nog steeds
Ja, bestaan, af en toe, zeg af en toe maar. Inderdaad, als ze dan een ad format daar zich toe, toe leent. Maar Peter, ja, die is dat is, ze hadden zelfs een podcastkanaal. Oh ja? Ja, dat heette podcast. Gewoon letterlijk. Maar dan, en dat was op YouTube dan. En dan dus gingen ze over van alles praten. Oh ja, dat klopt. Daar keek ik ook naar, ja. Ja, daar heb ik ook naar gekeken. Ja. Maar ja, als je nu gewoon kijkt naar wat hij maakt nu ja, een beetje van die ja, gewoon YouTube-content. Wie? Calvijn. Ja, Calvijn, ja. Maar waar is Peter? Hebben. Maar Peter de Harde, die zie ik nergens meer. Nee. Ik ga eens kijken. Peter de Harde. Ik zit ondertussen op YouTube te kijken of hij nog ergens is. Maar voor mij doet hij vooral heel veel. Hij heeft toen wel het kanaal Petrus. Klopt. Wat een van de kanalen was die ze al hadden. Maar Cine Buddies was dat volgens mij. Ja, zou kunnen. Ja, voor mij doet hij vooral veel achter de schermen. Misschien bij televisie en zo. Ja, zo dus bij YouTube. Kunnen, maar niet meer, ja, niet meer voor de schermen werkt hij. Ja, en op zich weet je, het is niet zo dat wat wel vaak zo gezien wordt, is dat als je op YouTube succesvol bent, dat je dan maar het hebt bereikt omdat dat het enige is waar je het leuk in kan hebben. Ja. Dus het is ook niet zo dat zegt dat hij nu dat zijn leven nu tegenvalt, dat hij geen leuke dingen doet. Dat is niet zo. Nee, ja, het zijn fases die je doorgaat. Het zijn fases die ja. Door, inderdaad. Alleen wat ik wel jammer vind, zeg maar, het is nu een beetje alsof de cinemates nooit hebben bestaan. Ja, alsof want er wordt nooit meer een woord over gerept, hè? Nee. Maar nee, dat is net als met de milkshake vlog. Dat is net als daarmee inderdaad. Hebben ze het ook nooit meer over. Maar ja, aan de andere kant, het is natuurlijk... kijk, dat doen wij ook. Ja? Ja, voor mij hebben we het ook nooit meer over een soortgelijk programma. Nou, ja, maar dat is een programma. Ja, maar, okay. Maar het is echt als in mensen is toch wat anders. Stel je voor, ik heb nog een YouTube kanaal. En dan heb je het nooit over mij. Ja, en dat heb ik ook. Oh. Maar daar zit ik zelf ook niet in. Dat is gewoon dat ik dat zo'n video's maak. Maar dat is. Nee, maar dus dat is iets anders. Maar bijvoorbeeld, stel je voor, ik ga een kanaal beginnen, ik ga vloggen. Ja. En dat pakt veel meer succes. Ja, balen. Ja, maar dan is het wel lullig als op een gegeven moment dat helemaal voorgaat. Ja. En dan JNM niet bestaan heeft, lijkt. Maar toch is het natuurlijk ergens wel logisch dat je die keuze maakt. Ja, maar dat snap ik. Alleen... Maar het is wel kut voor de ander. Het is zeker kut, maar ja, dat recht van de sterkste, hè? Recht van de sterkste, ja. Nee, ik denk dat we deze podcast moeten gaan afronden. Ik denk dat we mooi lang over hebben gepraat, ja. Nou, valt wel mee, 37 minuten, dus we zitten prima binnen nou, de tijd. Nou, is dat binnen de tijd? Dat we een half uurtje zouden doen? Een beetje uitloop. Nee, ja. Nou, jongeman. Het was gezellig. Ik vond het zeker gezellig. Vonden jullie het ook gezellig? Laat er vooral even een recensie achter bij je favoriete podcast beluister streamingsdienst. En mocht je nou kijken via YouTube, luisteren via YouTube. Want als je de betaalde versie van YouTube hebt, dan kan je hem ook... als je hem sluit, kan je hem luisteren, zeg maar. Oh, kan dat? Ja, dat kan. Oh. Nou, vergeet vooral niet even een duimpje omhoog achter te laten. Ook even op abonneer te drukken. En ook even een reactie achter te laten wat je van deze podcast vond. En waar je vindt dat we het de volgende keer over mogen gaan hebben. Misschien gaan we dat wel doen. Misschien ook wel niet. Nee, dat zou zomaar kunnen. Het zou zomaar kunnen. Dit was Ga Maar Kijken. Ik denk dat we het gewoon moeten afronden. Doei. Doei. Hey, Joy Kensville, wat ben je aan het doen, man? We staan in mijn auto, heb je al geabonneerd, heb je al geliked, deze video is leuk, of niet dan? Hè? Like en abonneer deze video, en als je het een leuke serie vond, dan moet je nog meer liken en abonneren. Ik zeg het wel, like en abonneer, laat even weten wat je favoriete programma is. Hey, heb jij hier nog energie voor? Nee, laten we gewoon weer stoppen.